zijn mannen die gokken, er zijn mannen die gokken. En dat is natuurlijk Jens de Valkema die een gokje neemt. En die zit er nu in derde positie, vierde positie. Gaat een plekje zakken, inderdaad vierde positie. Maar wie is er goed weg? Dat is natuurlijk Sieber van Dekker. Jan de Jong gaat mee. Dit zijn de mannen die aan de leiding gaan in de tussenstand van het kampioenschap. In dezelfde volgorde, dames en heren. Het is Sieber van Dekker, Jan de Jong. Dan is Geert-Jan de Ruiter, Jens de Valkema, Marco Veensma. En aan de binnenzijde moet dat zijn Christian Schoon. Dat is inderdaad Schoon. Die zit er op het lijntje daar bij Jens de Valkema. Op het kantje, zeggen ze dan. Het lijkt wel wielrennen. Marco Veensma in vierde positie. Jan de Jong moet ik zeggen, daar is het Geert-Jan Ruiter, Marco Veensma, Jensen Valkema. Dat is het Annelies Veensma die daartussen zit. Daar komt nog Christian Schoon voor natuurlijk. En die gaat bovenlangs bij Jensen Valkema en maakt daar een plekje uitgebreid voor. We gaan op naar de tweede vlag van de Zwarte Kruis. Het is van Jan de Jong, Geert-Jan Ruiter, Marco Veensma, Christian Schoon, Jensen Valkema, Annelies Veensma. Dan heb ik Leon Oosterlo gezien. Last but not least, Olaf, Ben, Engelsman. En dan hebben ze allemaal gehad. Het gaat verschrikkelijk hard. We gaan op naar het zwart licht gelost. Dat is natuurlijk voor de man. De hele trui op kampioenschap. Sieber van Dekker, Jan de Jong. Oh, Christian Schoon. Van buiten, voorbij aan Ruiter, Marco Veensma.